Ik heb het mezelf wel enigszins moeilijk gemaakt, want ik heb mezelf maar 10 minuten gegeven om dat hier uit te leggen. Niet alleen dus om het project OWAS toe te lichten, maar dus ook om de bredere economische context even te situeren. Dus OWAS staat inderdaad, zoals Lies reeds gezegd heeft, voor Online Work Activation Ecosystem. En in essentie is dat in feite een peer-to-peer systeem waar vorming en werk op elkaar worden afgestemd. De ondertitel van ons project is een oase voor talent. Uiteraard, als je spreekt over oase, dan spreek je in principe ook over een woestijn waarin die oase zich voordoet. En in feite is dat wel voor een stuk het geval. Zoals een beetje beschreven in bijvoorbeeld films als The Matrix, leven we inderdaad in een desert of the real world. Niet helemaal in de zin zoals de filosoof Baudrillard dit bedoelde, maar wel gebaseerd op een eenzijdig begrepen economie. En hoe is die eenzijdig begrepen economie nu precies ontstaan? Dat is de grote vraag. De schuldige daarvan is de persoon die je hier op het biljet van 20 pond ziet verschijnen, namelijk Adam Smith. Adam Smith was een filosoof die uiteindelijk de grondlegger geworden is van de kapitalistische economie, die eigenlijk goed bedoelend een heel systeem probeerde uit te werken om te bepalen hoe je nu precies een economie kon uitbouwen die zorgde voor welvaart. Dat was de essentie van zijn theorie. En hij had daar twee systemen of twee principes voor ontdekt. En dat is eigenlijk in eerste instantie eigenbelang en in tweede instantie rationaliteit en vooral de combinatie van de beide. Laat je die twee principes werken en zorg je ervoor dat dat optimaal kan functioneren, dan krijg je een bloeiende economie en dan gaan de natiestaten vooruit. Dan gaat uw economie groeien en bloeien en ga je de andere economieën voorbij steken. Adam Smith zelf wist ook wel dat dat uiteraard niet vanzelfsprekend is, dat er met andere woorden wel iets moet gedaan worden om dat zo optimaal mogelijk te laten functioneren. En daarom zag hij een belangrijke rol weggelegd voor de natiestaten. Die moesten zorgen dat de principes gevrijwaard werden. Zijn boek, zijn bekende boek, The Wealth of Nations, ging helemaal over dit principe. En dat heeft ons inderdaad goede vruchten afgeworpen. We kennen heel wat voordelen daarvan. Een aantal voordelen zie je hier passeren. Maar er zijn ook heel wat nadelen aan verbonden. Vooral voor diegenen die uit de boot letterlijk of figuurlijk dreigen te vallen of voor zij die zich tegen die fenomenen willen beschermen. Wat er ook vooral een heel belangrijk fenomeen was in die context, was uiteraard de totale onachtzaamheid voor de omgeving. Ook aan die nadelen zijn er pogingen geweest om deze te proberen te verwerken, om daar iets aan te doen. In eerste instantie, alle klassieke partijen, van liberale hoek of van socialistische hoek of van marxistische hoek zelfs, hanteerden de begrippen rationaliteit en eigenbelang in een bepaalde zin, waardoor ze op een of andere manier gingen sturen op basis van die tweezelfde begrippen die Adam Smith eindelijk introduceerde. Met andere woorden, eigenlijk stuurden ze alleen maar een klein beetje de economie bij in een of andere richting. Bovendien zijn we eigenlijk ook al twee eeuwen, iets meer zelfs dan twee eeuwen verder, en is Adam Smith al een tijdje voorbij, en is de natiestaat steeds minder belangrijk geworden. Dus het systeem waar Adam Smith zelf op rekende om ervoor te zorgen dat de negatieve gevolgen werden afgeremd, functioneert niet meer zo goed. De economie zelf is geglobaliseerd en de natiestaat wordt steeds minder belangrijk. En bovendien is het uiteraard zo dat heel wat staten, bepaalde staten, heel goed gebruik gemaakt hebben van die principes van Adam Smith en daardoor een snellere groei gekend hebben, waardoor zij eigenlijk min of meer het beleid van de wereld kunnen bepalen. En dat uiteraard zorgt voor grote problemen. Problemen die je hier in de slide ook ziet verschijnen, namelijk dat er steeds grotere spanningen optreden en dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Uiteraard is dat ook recent heel goed geanalyseerd geweest door iemand zoals Thomas Piketty. Hoe komt dit nu precies? Waarom is dit zo verwrongen geraakt? In principe is het uiteraard vooral gebaseerd op het feit dat die twee principes die Adam Smith daarvoor schuif, namelijk het begrip rationaliteit en eigenbelang, als centrale aspecten van het mens zijn, dat deze helemaal niet meer blijken te kloppen. En dat die eigenlijk nooit geklopt hebben, behalve in een zeer beperkte context. En daarom zijn er eigenlijk heel recent een aantal studies geweest aantonen dat die centrale begrippen eigenbelang en rationaliteit niet meer werken.
Een eerste belangrijke figuur in die context is iemand als Yochai Benckler, die een boek geschreven heeft, Wealth of Networks, uiteraard verwijzend naar het boek van Adam Smith, waarin hij duidelijk aantoont dat als we het eigenbelang gaan centraliseren en eigenlijk de zorg voor de omgeving en voor de omgeving in een brede zin, zowel dingen als mensen, als we die verwaarlozen, dat we al die fenomenen krijgen die we momenteel eigenlijk effectief erkennen, zoals bijvoorbeeld zelfmoorden, geweld, stress en dergelijke meer. Dus het is bewezen dat als je eenzijdig focust op eigenbelang als drijfveer van de mens, je eigenlijk helemaal verkeerd aan het denken bent. Tweede belangrijk fenomeen waar die economie van Adam Smith op gebaseerd was, namelijk rationaliteit, blijkt ook helemaal niet te kloppen. Blijkt niet te werken in de concrete economische situaties rondom ons. Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman of psycholoog Dan Ariely hebben in vele studies aangetoond dat de meeste economische beslissingen eigenlijk pas achteraf gerationaliseerd worden. Met andere woorden, de beslissing zelf gebeurt niet op basis van de ratio, op basis van de reden, maar gebeurt voor een groot stuk uit willekeur of op basis van allerhande psychologische invloeden, maar niet op basis van die rationaliteit waar de economie op gebaseerd is. Wat uiteraard betekent dat je eigenlijk heel je economisch systeem moet gaan herdenken. Gelukkig is er ook in de recente decennia iets ontstaan zoals het internet. Het internet heeft ervoor gezorgd dat we opnieuw communicatiemogelijkheden hebben, tweewegs communicatiemogelijkheden hebben, op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de economie zelf. Waardoor je eigenlijk het tegenwicht kunt beginnen creëren en het nieuwe mensbeeld, waarin rationaliteit en eigenbelang voor een stuk wordt aangevuld met de complementaire aspecten die de mens ook uitmaken, dat ook weer mogelijk is op een niveau dat kan concurreren met de traditionele economie. En hier in die context zien we effectief ook een fenomeen als peer-to-peer netwerking ontstaan. De voorbeelden van de initiatieven die vandaag hier passeren zijn er een aantal voorbeelden. Maar uiteraard kennen we ook al dingen die we tegenwoordig onmisbaar achten, zoals het ontstaan van Wikipedia of de ontwikkeling van open source software, die duidelijk maken dat peer-to-peer, dankzij het ontstaan van het internet, effectief een waardevolle speler geworden is in het geheel van het economisch gebeuren. Met OAS proberen we ook op deze tendens in te spelen. We proberen dus organisaties, bedrijven en individuen samen te brengen in een flexibele, een stimulerende omgeving die leren en werken aan elkaar probeert te koppelen. OAS wil dus functioneren als, en nu kom ik terug op die oase, als een oase waar je als bedrijf de gelegenheid krijgt om mensen te leren kennen en als individu leer je werkomgevingen kennen en heb je ook de gelegenheid om on-the-job zaken aan te leren. We maken daarvoor gebruik van een complementair geldsysteem, net omwille van het feit dat we ons willen loskoppelen van die traditionele economie. Naast die complementaire muntsysteem is ook in ons platform zeer belangrijk dat de mensen gestimuleerd worden om iets te doen in het platform. Want uiteindelijk een platform waar er alleen maar kijkers aanwezig zijn, kan je ook niks gaan bereiken. Dus met andere woorden, het stimuleren van de gebruikers is ook een deel van onze opdracht. Ons project loopt nu in zijn eindfase. We zitten in de disseminatiefase en daarom sta ik hier ook iets te vertellen over ons project. En we hebben nog enkele drempels te overwinnen nu voor we effectief het project kunnen vrijlaten en er vrijgeven in een open source omgeving. Die drempels zijn eigenlijk voor een groot deel ontstaan uit het feit dat de arbeidsmarkt overgereguleerd is. Met andere woorden, er zijn heel veel regels waar zowel bedrijven als werknemers moeten aan beantwoorden om iets te kunnen doen in een arbeidscontext. En in een vormingscontext in feite ook. We hebben dat inderdaad ook ons project bij alle belangrijke spelers gaan voorstellen, maar niemand eigenlijk durft echt te bewegen omwille van een soort inquisitie waar iedereen van bang is. En die inquisitie, dat is dan de sociale inspectie, de RVA. Met andere woorden, de controlerende instanties van de overheid. Ondanks het feit dat die controlerende instanties zelf, we zijn erbij geweest op centraal niveau, ondanks het feit dat zij zeggen van oké, in feite zien wij geen enkel probleem om met het platform te werken, blijven de sociale partners concreet in het werkveld zeer afwachtend staan tegenover het platform. Het zal er dus in eerste instantie op aankomen dat we opnieuw enkele durvende ondernemers vinden
ondernemers, zowel op individueel als op organisatorisch vlak, die durven bruggen bouwen tussen de verschillende oases die gebouwd worden. Een van die oases is uiteraard ons project OAAS. Andere komen hier vandaag ook nog aan bod. En we zijn er eigenlijk van overtuigd, en daarom doen we het project uiteraard, dat iedereen er baat bij heeft dat een plezierige peer-to-peer oplossing in de context van arbeid en vorming de voorkeur verdient tegenover de veroordelende en dreigende oplossing die heel vaak van de andere kant wordt gehanteerd. Als je meer informatie over ons project wilt, ik heb hier uiteraard in dit korte bestek, waar ik ook heel veel over een algemeen kader heb gesproken, als je meer informatie over ons project wilt, dan kan je op onze website terecht. En ik dank jullie in elk geval hartelijk voor het luisteren naar mijn schetsje.